Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op VacuGames. En jongens, jullie hebben geen idee hoe goed het voor mij weer voelt om die woorden weer tegen jullie te kunnen gaan zeggen, jongens. We kunnen gewoon weer lekker aan de slag gaan met een gloednieuw avontuur hier in deze wereld. En ik wil jullie allereerst ontzettend bedanken voor het kijken van gisteren. En ik wil jullie ook ontzettend bedanken voor al jullie likes en suggesties van gisteren. Jullie hebben mij namelijk een heleboel toffe ideeën gegeven die ik de komende tijd kan gaan uitvoeren hier in deze Minecraft Survival serie. Aanstaande maandag gaan wij een compleet bord maken waar ik een aantal van jullie ideeën op ga hangen. Maar vandaag hebben we natuurlijk gewoon nog eventjes de basis die we nog onder de knie moeten krijgen. Eigenlijk, basically. Daar komt het op neer. Ik wil samen met jullie vandaag op zoek gaan naar in ieder geval wol om een bed mee te maken. En als het eventjes kan ook wat eten. Dat zou ook wel heel erg fijn zijn. Want ik zit nou nog een beetje in het hongerstadium, om het maar even zo te noemen. Ik heb geen eten. Ja, dit. Zombievlees. Nee, dat is lekker. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Ik wil dus als eerste doel van vandaag wol regelen. En ten tweede, eten. Belangrijk. Dat moeten we doen. En ik moet ook eventjes checken waar hier precies ook weer mijn stadium zit. X, Y, Z. Laten we het gewoon op 0 houden. Ik denk dat dat het beste is. Zullen we het gewoon doen? 275... Oké, X is 275. Dat is het belangrijkste wat we moeten weten. Ondertussen gaan wij gauw aan de slag. Ik neem een zwaard mee. Ik had al lang en breed een stenen zwaard moeten hebben natuurlijk. Maar ja, hey, ons ben lui vandaag, ja. En dan moeten we goed luisteren. Zet ik eventjes mijn eigen geluid harder. Want wij gaan op jacht naar schapen. Dat is wat we gaan doen. Dus schaapjes, kom eens eventjes hier. Dan zal ik jullie eens eventjes een zwaard in jullie nek leggen. Dat is best wel moeilijk. Schapen zoeken op het moment dat je niet weet waar je ze kan vinden. In mijn vorige wereld wist ik natuurlijk ongeveer wel een beetje waar de schapen te vinden waren. Ik wist wel eens een beetje van, nou, daar spannen schapen en daar niet. Maar in deze wereld heb ik tot nu toe alleen maar kippen gezien. Is ook hartstikke tof. Ja, inderdaad, dames, is hartstikke tof. Holy shit, kijk nou hier eens. Kijk eens eventjes. Oh, dat valt allemaal wel weer tegen. Ik denk hele mooie grote grot. Nee, hoor. Tuurlijk niet. Natuurlijk geen grote grot, dat zou veel te mooi zijn. Is dit een grote grot? Dit is toch wel weer heel erg cool. Dit is wel heel erg tof. Zullen we hier iets kunnen vinden? Hé, dit is goed. Dit is goed. Dit nemen we mee. Dit is ijzer. En dat is alles wat we meenemen. Hoppakee. En dan gaan we als... Zit hier toevallig nog ergens kool? Nee, zeker. Holy shit. Dat was... Ah! Shader glitch. Laten we heel gauw weer naar buiten gaan. Want dit kan natuurlijk niet. We moeten zorgen dat we wol hebben. Dat is belangrijk. Focus, Vaco. Focus op wat je moet doen. En in dit geval is dat schapen zoeken en hun wol jatten. Dat is wat je moet doen. Meer niet. Voor de rest... Nee, jullie zijn zombies. En voor zover ik weet hebben zombies geen wol. Misschien hebben ze wel een wollen onderbroek. Dat kan. Dat het een zombie met een wollen onderbroek is. Maar dat zit toch ook niet lekker? Dat gaat toch jeuken? Ik snap dat, heb ik nooit helemaal begrepen. Waarom gaan mensen nou met een wollen onderbroek rondlopen? Ik denk dat je dan de hele tijd aan het krabben bent van die jeuk, hoor. Misschien dat ik dat zo gek ben. Een hele grote berg trouwens. Is wel een hele toffe berg, hoor, G. We hebben ook eventjes wat kool mee. Als we er dan toch zijn. Dat kunnen we wel met een wooden pickaxe doen. As far as I know. Ja, zie je wel. We hebben in ieder geval iets van kool. Wat we kunnen gebruiken om te smelten. En ook om weer wat fakkeltjes neer te zetten. Want die zullen we zo meteen onderweg misschien nog wel heel erg hard nodig hebben. Nou, wat suikerriet. Allemaal tof, maar dat zoeken we nu niet. Hoppakee, oké, kool. En nu schapen. Schaapjes. Schaapje, heb je witte wol? Nou, op dit moment hebben die schaapjes geen witte wol, want ik zie ook helemaal geen andere schapen. Het maakt me trouwens ook niet uit of dat het witte wol, bruine wol, roze wol of oranje met wit gespikkelde kleurwol is. Het maakt me allemaal niet uit als het maar wol is. Wat mij betreft is het een roze schaap met roze schoentjes aan. Maakt me niet uit als ze maar wol leveren. Dit is trouwens wel heel tof, dat we dit bos, dit donkere bos, dicht bij ons huis hebben staan. Want in de vorige wereld was het echt pauperver lopen elke keer als we dat zwarte hout wilden hebben, dat donkere hout. Dat vind ik een van de mooiste houtkleuren in Minecraft trouwens, dus... Wacht, daar, hier is een veld, een open vlakte, de kans dat hier schapen zijn lijkt mij vrij groot. Nee, weer kippen. What the fuck? Er zijn overal kippen hier, G. Ja, inderdaad. Hartstikke leuk, dames, dat jullie hier zijn. Hebben jullie ook je collega mob schapen gezien? Dat is een swamp. Dat is een varken. Ja, schapies. Oké. Schapie. Heb je witte wol?
Ja, baas, ja, baas, twee zakken vol. Ga jullie eens eventjes dood. Oké, okay, baas, dank u. Hoppakee. Schaapje vlees erbij. Schaapje vlees. Schaapje vlees. Schaapje vlees. Dan hebben we in ieder geval ook eten. Hey, staat even positief. Varkentje, dus dood. Hoppakee. Nog een varkentje. Ja, sterf. Jij ook. Hoppakee. Varken met saus. Heerlijk. En nou dan wil je als de zandsodemieten terug naar huis. Want het wordt zo meteen donker en dan hebben we problemen. Dus ik moet nou heel gauw hier bovenop proberen te komen. Zo, hop, 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 hop. Wat is dat daar? Geen idee wat dat voor biome is. Het maakt me ook helemaal niet uit. Ik weet wel dat we die kant op moeten als we terug willen naar huis. Dat is belangrijk. Dan kunnen we daar een bedje van maken. Dan kunnen we tenminste de nachten overslaan. Want oh man, oh man. Wat word ik gek van nachten in Minecraft. Zeker als je helemaal begint. Helemaal aan het allereerste begin van de Minecraft Survival Serie. Dan moet je zorgen dat je kan slapen. Zodat je in ieder geval die fucking nacht over kan slaan. Dat is wel tof trouwens. Hebben we tijd voor? Nee, Vaco. Jij hebt jij absoluut geen tijd voor. Ik denk... Wappa. Ik dacht, laten we nog eventjes gauw wat kool meenemen. Maar nee. Echt never, never, nooit niet. We moeten als de zandsodemieten terugkomen. Hoe ver zitten we eigenlijk? 400... Waar is dat? We moeten er wel een stukje volgens mij. Holy meuk. We moeten er hartstikke ver lopen, man. Hier lopen we natuurlijk weer dood. Tuurlijk lopen we hier dood. Ah, dan zou het veel te makkelijk zijn. Minecraft Survival is een heel stuk moeilijker. Een heel stuk frustrerender dan mensen vaak denken. Vaak denken ze van, nou, Minecraft Survival, dat is wel lekker makkelijk. Ja, dat zou je denken, ja. Dat zou je denken dat het lekker makkelijk is. Behalve als je de weg niet meer weet in een totaal nieuwe wereld. Dan is het niet makkelijk meer. Sterker nog, dan wordt het heel erg moeilijk van. Maar we hebben in ieder geval wat we hebben, Willem. En nou nog terug naar huis. Dan ben ik helemaal happy. Hey, ijzer, die nemen we wel mee. Daar trekken we maar eventjes een paar seconden vooruit. Hopsakee. Dan kunnen we in ieder geval een ijzeren... Kom eruit. IJzeren pickaxe maken. En dan kunnen we daar weer sneller kool mee hakken en sneller steen mee hakken. En dan ben ik helemaal happy. Kijk, hier is ook weer zo'n grot. Allemaal heel tof. Dat soort ingangen. Maar dat is leuk om dat later een keertje te ontdekken. Ik moet me nu in het begin focussen op de fucking basisbehoeftes. Oh, help. Nee. Nee. Echt niet. Nee. Ik hoor allemaal enge beesten. Nee. Dat is niet de bedoeling. Het is wel makkelijk die maan, want ik weet nog dat die boven het water opkwam. Dus als we dan maar lang genoeg richting die maan lopen, dan komen we vanzelf in ons gebiedje weer terug. Ze moeten mij gewoon aannemen als navigator bij het leger. Ik werk een heel stuk goedkoper dan een GPS-systeem. Weet je wat een GPS-systeem kost tegenwoordig? Hm? Kijk eens eventjes. Daar moeten we heen. Hapsa vlots. En ook in deze wereld zijn er kippen die denken dat ze eenden zijn. Waarom die beesten dat elke keer denken? I have no freaking clue. Maar die kippen die moeten eens een keer leren dat ze kip zijn en geen eend. Oh, hi. Nee, 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 nee. Juist, brave spin. De enige goede spin is een dode spin. Die kan op een tegeltje. Vind ik wel een goed idee. Of hier in ieder geval licht, hier zouden als het goed is niet al te veel moeten spawnen. Hoop ik. Natuurlijk gaan hier gewoon weer zombies spawnen en allerlei andere ongure beesten. Maar deze die hebben we alvast. 1, 2, 3. Dan hebben we 1, 2, 3 wol, een bedje. En wat te eten. Helemaal top. Hapsakee. Oh shit. Creepers. Deze zetten we daar neer. Snurkje, snurkie. Dat is in ieder geval dag 1 die we overleefd hebben. I like it. Hapsakee. Nee, jij bent geen eend, jij bent een kip. Ga, ja, je mag dan wel bruin zijn, maar dat wil niet zeggen dat je een eend bent. Zo, op het land en daar blijf je. Ja, je blijft gewoon hier. En als iemand zegt, je bent een eend, jij moet in het water springen, niet luisteren, want je bent een kip. Hm? Duidelijk? Ja? Ik kan maar kijken. Zo onbeleefd. Ja, je bent een onbeleefd beest, jij. Ga inderdaad maar onder de bomen springen. Ja, ga daar maar heen. Daag! Beestenvertegenwoordigers hebben ook totaal geen respect meer. Ondertussen moeten wij een ander plan bedenken. Want we hebben nu natuurlijk wat te eten. We hebben wat kool, dat is allemaal hartstikke tof. Dat kunnen we in ieder geval eten. Hoppakee. Maar dan, de volgende grote vraag. Waar gaan wij daadwerkelijk onze echte basis bouwen? Wat wordt ons uitgangspunt? Wat wordt onze basis? Waar gaan we die neerzetten?
Is hier misschien een mooi plekje? Even koekeluren, hoor. Nou, op zich. Enige nadeel van dit plekje is dat er te veel water is. Wat ook wel heel erg mooi kan zijn, want in mijn vorige wereld had ik natuurlijk niet heel veel water. Het zou op zich wel mooi zijn om hier zo'n basis te bouwen. Bijvoorbeeld daar aan de overkant gaan zitten? Dan een brug die kant opbouwen? Ja, ik twijfel heel erg. Hebben jullie het ook in de gaten? Ik twijfel te erg. Voordat ik ook daadwerkelijk echt wat ga doen. Want ik moet er 100% zeker van weten dat mijn plek waar ik de basis wil bouwen, dat het ook daadwerkelijk een goede plek is. Laten we eventjes wat omhoog gaan. Waar is die lava weer? Dat ziet er ook wel modder vet uit. Hoppakee, mag ik hier omhoog? Tuurlijk mag ik hier omhoog. Ik ben toch de baas, of niet? Wie is anders de baas? Dat dacht ik ook. Waarom vliegen hier bomen? I don't get it. Maar we hebben in ieder geval wel mooi uitzicht hier. We kunnen ook daar bovenop gaan zitten. Dat is ook wel tof. Daar zo. En dan maken we een... Auw! Dan maken we een bruggetje. Die kan... Dit is een mooie plek! Kijk dan hoe cool deze is. Met een waterval. En dan kunnen we een bruggetje hier naartoe maken. En dat gaan we doen. Ik heb een plan. Niet aan toegeven vaak al. Auw, mijn enkels. Auw. Normaal gesproken moet ik natuurlijk... Auw, kappen nou. Normaal gesproken moet ik natuurlijk helemaal niet toegeven aan mijn plannen. Maar ik vind dit wel echt het beste plan van de afgelopen... Zeker 5 minuten. Ja, dat is echt het beste plan van de afgelopen 5 minuten dat ik gehad heb. Het is ook het enige plan van de afgelopen 5 minuten dat ik gehad heb. Dus laten we daar meteen maar aan toegeven. Auw, kappen nou. Dat is zeer, dat is niet fijn. Nou, we eerst eens eventjes wat... Vreten. Cooked mutton. Nam 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 nam. Dan heb ik er 4 van nodig. Zonder van de rest. Maar hey, je moet er toch iets mee doen. Dan, wat hebben we er meer nodig? Laten we dit even smelten naar ijzer. Dan maken we een ijzeren pickaxe. Komt eventjes een willekeurige enderman langs teleporteren. Moet allemaal kunnen natuurlijk. Als hij maar rekening houdt met de verkeersregels. Hé, hey, we hebben ook raw porkchop. Dat had ik helemaal niet in de gaten. Oh jawel, dat hadden we... Hi. Doet hij even. Moet gewoon kunnen allemaal. Wie ben ik nou om die gozer tegen te houden? Als hij lekker wil teleporteren, moet hij dat vooral lekker doen. Als hij mij dan maar niet meer lastig valt. Kom eens eventjes op met dat ijzer. Oh wacht, ik heb al voldoende. Ha! Oh, weer een achievement. Hey, tof. Hoeveel achievements hebben we ondertussen? En daar gaat het om, hè, dat we uiteindelijk alle achievements krijgen. Overpowered. Build a notch apple. Jammer, dat gaat nog wel even de tijd duren. Dan gaan we nog wel eventjes tijd over heen brengen, vrolijke vrienden. 1, 2, 3. IJzeren pickaxe. Hop, zo flats. Wat kunnen we hier nog mee maken? Met 2 ijzer. Een schep. We kunnen een ijzeren schep maken. Vooruit. Laten we dat doen. Misschien dat we ook nog wel heel veel grond aan de kant moeten scheppen. Zo. Oké. Waarom krijg ik 2 deuren nog? Ik hoef geen deuren. Ga weg met je deuren. Steek je vinger maar tussen de deur. Als je dan echt zo nodig een deur wil hebben. Dit gaat ook even bakken. En dan gaan wij eens eventjes met z'n allen daar kijken. Hoe het... Ik wil niet in het water. Ga weg, water. Je bent niet tof. Water is irritant. Wat zijn al die beesten die trouwens aan het doen? Kan ik jullie doodmaken of niet? Dat zou wel heel fijn zijn. Ga weg. Dank u. Ga weg. Dank u. Oh, dan kunnen we natuurlijk zwarte wol mee maken. Hé, hey, maar dat is wel heel fijn. Yep, oké. Die beesten die respawnen toch wel weer. Die komen vanzelf weer een keertje terug. Hallo. Ga eens dood. Ga eens dood. Ga eens dood. Een trein. Er rijden treinen hier in deze wereld. Dat is goed. Maar hallo, was er van de NS zijn. Er zijn ook schapen daar. Waarom zijn er ook schapen daar terwijl ik net 100.000 kilometer gelopen heb? Een chagrijnig van. Ik word chagrijnig van deze schapen. Faco Gamers, knal even een like op deze video. Misschien dat ik dan weer een beetje happy word. Ik word hier zo chagrijnig van, hè. Dit soort beesten. Denk je de hele tijd dat je ze nergens kan vinden. En dan lopen ze vervolgens gewoon op je deurmat voor je neus. Nou, ga weg. Mr. Varken, ga dood. Ga, dank u. Geef mij eten, dank u helemaal. En nu. Gaan wij eens even een mooi plek verzinnen voor ons huisje. Ik heb trouwens nog helemaal geen spullen om het huisje mee te bouwen. Dus laten we gewoon heel gauw... Heb ik geen bijl meer? Wat heb ik met die bijl gedaan?
Is die op? Oké, nou, vooruit. Oké, nou, de bijl is op. Dan regelen we dat zomaar. Heb ik nog een stokje? Ik had er nog stokjes. Wat is dit nou de hele tijd? Ja, bè, inderdaad, zegt dat ook. Als je dan nog een keer bè zegt, dan zal ik zorgen dat je nooit meer bè kan zeggen. Ik negeer die beesten gewoon. Lijkt mij het beste. We gaan in ieder geval een aantal van deze bomen omhakken. En dan kunnen we die gebruiken als basis voor ons huisje. Want laten we gewoon met hout beginnen. Hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Vorige keer heb ik geloof ik ook als eerste een houten huisje gebouwd, of niet? Was het? Ja, bè, inderdaad. Een houten huisje is prima. Lijkt me helemaal goed. En misschien dat we het weer combineren met steen. Dat is ook altijd wel een leuke combinatie. Dan hebben we een houten / stenen huisje. Dat is goed. Dat is positief. Hoppakee. Deze gaan mee. Zo. Laten we dat doen. Laten we een steen / houten huisje bouwen. Met de nadruk op steen. Dus meer steen dan hout. Zo. Hey, appel. Nice. I like it. Die lava die is ook wel heel erg cool, hoor, daar links. Dat is echt wel iets wat we kunnen gebruiken. Scheelt ook weer een heleboel... heleboel avonturen onder de grond. Als we ooit eens een keertje lava nodig hebben, dan kunnen we het gewoon daar vandaan halen. Zo. Deze boom als laatste nog eventjes. Zo. Ja, bè, absoluut. Helemaal met je eens. Ja, hou nou je mond maar. Rot schaap. Zijn er ook schapen die niet... Oh, hi. Ja, loop er even voorlangs. Zijn er ook schapen die niet bè zeggen? Gewoon schapen die normaal hun mond houden. Zou ook wel heel fijn zijn. Als die ergens te vinden zijn. Zo. Nou, dan kunnen deze dingen despawnen. Schitterend, helemaal mooi. Dan gaan wij als de zandsodemieten deze halve berg weghakken. Hoeft ook niet helemaal weg, hoor, trouwens. Dan kunnen we gewoon een klein beetje ruimte maken voor ons huisje. Waarvan ik nog steeds niet weet hoe ik hem nou precies moet gaan bouwen. Ik heb ook wel in de comments zien staan, gisteren, dat ik een bunker zou moeten bouwen. Is misschien ook wel heel erg cool om te doen. Dat we in plaats van echt een huis boven de grond, een huis onder de grond bouwen. Is misschien ook wel heel erg cool. Voor de verandering. Moeten jullie me maar even laten weten of dat ik een huis boven de grond of een huis onder de grond moet bouwen. Dat is een leuke vraag voor vandaag. Willen jullie een huis boven de grond of een huis onder de grond? Ik vind het wel een leuk idee om het huis onder de grond te bouwen, persoonlijk. A la de Hobbit, die wonen ook onder de grond. En dan hoeft het niet eens zozeer een soort van Sovjet-bunker te worden. Het mag best een stukje boven de grond uitsteken ook trouwens, dat zijn we niet erg. Maar dat ik meer in een tunnelsysteem woon, dan in een standaard huisje boven de grond. Want een standaard huisje boven de grond, die hebben we ondertussen ook al 100 keer gebouwd. En het is wel eens een keer leuk om ook eens een keer wat anders te doen, toch? Maar laat maar weten hoor. Ja, bè. Weet je wat we bè gaan doen? Ja, weet je wat we bè gaan doen? We gaan jou bè... Ja, sterven. Oké. Zo, opgelost. Ik ben echt zo oplossingsgericht als maar kan vandaag. Jij gaat ook. Hartstikke hard dood. Dank u. Jij gaat dood. Dank u. Ja, bè. Absoluut. Ja, bè. Ja, bè. Absoluut. Ah, bè. Kom eens hier met je eten. Ga dood. Dank u. Zo. Hebben we in ieder geval wat te eten de komende tijd? Hier ligt nog wat wol dat we kunnen gebruiken voor een tweede bedje. Mocht het nodig zijn. Ondertussen gaat namelijk aan de overkant ook alweer de zon onder. En ik moet helemaal die andere kant weer op zwemmen. En dan ben ik veel te lui voor om dat deze aflevering nog te gaan doen. Dus dat gaan we lekker morgen doen. Morgen om 3 uur natuurlijk gewoon weer een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ik denk persoonlijk dat het heel tof is om op deze plek onder de grond te gaan bouwen. Maar laat het me weten. Jullie mogen het zeggen zoals altijd. Mocht je nog toffe ideeën hebben voor deze wereld, gooi ze dan vooral in de reacties. Want aanstaande maandag pas ga ik het eerste bord neerzetten met de allereerste doelen van deze aflevering. Dus je hebt nog wel even de tijd. Voor nu wil ik je natuurlijk bedanken voor het kijken. Laten we proberen of we de 4000 likes weer kunnen halen. Dat zou super tof zijn. En anders zie ik je natuurlijk gewoon morgen weer terug om 3 uur hier op Vaco Games voor een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Mazzel!